dankjewel dat je weer kijkt naar mijn travel vlog. En wauw, ik dacht echt dat ik in Taipei niet zoveel had gedaan. Maar toen zag ik alle beelden terug en het is zoveel. Laten we snel beginnen. Mijn week in Taipei begint helaas in bed. Ik heb een flinke oorontsteking en de belangrijkste bezienswaardigheid die ik die dag zie is de wc. In Indonesië heb ik een gigantische fout gemaakt door een koude maaltijd te eten. En als er één ding is waarvan je ziek wordt in derde wereldlanden, is het door koude maaltijden te eten. Door verhitting gaan namelijk de meeste bacteriën in dingen waar je ziek van wordt dood. Een koude maaltijd in dit soort landen is gewoon Russisch roulette spelen en ik ben helaas getroffen. Ik zit trouwens voor het eerst in een hostel en het is eigenlijk heel gezellig. Ik heb twee Koreaanse kamergenootjes en mijn bed is echt goddelijk. Het hostel heeft ook nog eens een gouden locatie naast de grootste night market van Taipei, Shilin Market. Dus ik kan heel snel heen en weer rennen om even snel iets te eten en daarna ook snel weer terug naar bed. By the way, ik heb ook wat nieuwe gerechten ontdekt in Taipei. Als jij zegt dat jij alles lust, daag ik je nu uit. Welke van deze gerechten, schrijf de nummers maar op in de comments, zou jij eten? En let op, je weet vaak niet wat het is, want je kan geen Chinees lezen en de mensen kunnen vaak ook geen Engels. Dus als jij nu kijkt en denkt, huh, wat is het? Dat dacht ik dus ook. Ik heb zelf de volgende nummers gegeten en uiteraard moet je ook bubble tea drinken in het land waar de bubble tea vandaan komt. Mijn hostel zit ook vlak naast het grote Yangmingshan Park, waar ik de grote berg, ik weet niet of ik het goed uitspreek in het Chinees hoor, Qixing, zoiets, beklim. Ik denk aan het begin dat het een makkelijke tocht wordt, want er zijn trappen en dat is toch best wel een luxe als je gaat hiken. Maar niks is minder waar en eenmaal boven ben ik weer super blij dat ik het gehaald heb, want het was ontzettend zwaar. Onderweg ben ik nog een hele bijzondere dame tegengekomen waarmee ik zeg maar mijn topoverwinning heb gevierd. Dit verhaal staat op Instagram, maar het maakt de herinnering nog bijzonderder aan deze beklimming. In Taipei begint ook mijn zoektocht naar Aziatische beautyproducten. Yay! En de meest opvallende heb ik natuurlijk voor jullie gefilmd. Helaas koop ik hier niks van in verband met gewicht, maar dat neus-shape setje, moet je maar eens achter elkaar zeggen, die wil ik eigenlijk nog wel hebben. Dus ik ga in Korea kijken of ik die nog kan vinden. Helaas moet ik na een paar dagen toch naar de dokter. Ik ben uiteindelijk toch in het ziekenhuis beland, omdat ik maar naar de wc bleef gaan. Gelukkig heb ik maar een norovirus. Yay! Daarna voel ik me gelukkig een heel stuk beter, omdat ik ook gewoon opgelucht ben dat ik weet wat het is. Dat moet gevierd worden met McDonald's uiteraard. En hele leuke Aziatische muziek. Ze hebben soms echt hele toffe liedjes in winkels aanstaan. En ik heb geen idee wat voor artiesten het zijn of hoe de nummers heten. Wat ze überhaupt zeggen, maar het klinkt wel echt heel leuk. Ten slotte moet ik ook nog wat cultureels doen. Ik ga naar de Chiang Kai-shek Memorial. Het is een soort ereplek voor de voormalige president van Taiwan. En daarnaast beklim ik ook Elephant Mountain, waar je een fantastisch uitzicht over Taipei hebt. Toevallig hebben ze ook een lichtfestival wanneer ik er ben. En dit is echt waanzinnig. 4 voetbalvelden vol met lichtfiguren. Helaas hield mijn GoPro het heel even voor gezien, maar dit was echt fantastisch. Zo mooi om te zien. Ten slotte doe ik ook nog doodgewone dingen, zoals naar de bios gaan. Ik heb de Imitation Game gezien.
Wat echt een hele goede film is. Als je die kan zien, ga hem zeker zien. Zoals je misschien wel merkt, ben ik niet van de hele traditionele dingen. Zoals bijvoorbeeld naar musea gaan of gedenkplaatsen of dat soort dingen. Ik doe het wel, maar niet heel veel. Ik vind het veel leuker om eigenlijk hele alledaagse dingen te doen die de mensen die daar wonen eigenlijk ook doen in hun vrije tijd. Daarom doe ik ook een yogalesje en heel toevallig kom ik terecht bij een mega lokale yogaschool. Dit was echt zo bijzonder. Ze konden überhaupt niet geloven dat ik hen had gevonden. En in de eerste instantie probeerden ze me ook echt te overtuigen dat dit helemaal niks voor mij was, want de lessen waren in Chinees en het waren kleine groepen. Waarop ik alleen maar enthousiaster word en hele rare blikken van ze krijg van, wat is dit voor een rare westerling? Uiteindelijk mag ik gelukkig meedoen en het is heel anders dan reguliere yoga. Ze gebruiken attributen waarmee je lichaam eigenlijk een soort van massage geeft. Het heet therapy yoga. En ja, nu kan ik eindelijk zeggen dat ik een lerares heb gevonden die kan tippen aan mijn lerares in Amsterdam. Deze vrouw weet serieus gewoon precies hoe jouw spieren in je lichaam met elkaar verbonden zijn en welke spieren bewegen op het moment dat je bepaalde bewegingen maakt. Dit was echt zo gaaf om mee te maken. Wow. Yay! This is Judy! You need to do her yoga! Oh my Welcome. God! Yes! Yoga Center in Taiwan! Judy's yoga! Yeah! Wonderful! Very good! I like you! Ik kan echt mijn geluk niet op. En na afloop mag ik zelfs meelunchen. En ze hebben de liefste hond die ik tot nu toe in Azië heb gezien. Deze poedel is gewoon te blij van worden. Dit was echt een prachtige afsluiter. Maar nu wil ik dus niet meer weg uit Taipei. Hè? Met tegenzin stap ik dan ook in het vliegtuig naar Zuid-Korea. En hoewel dit echt een van de landen is waar ik het meeste naar uitkijk, ben ik gewoon verliefd geworden op Taipei en wil ik eigenlijk gewoon nog zoveel meer zien van die stad. Misschien ga ik nog een keertje terug, maar voorlopig zit ik in Zuid-Korea. En wat ik hier allemaal heb meegemaakt, dat vertel ik je volgende week. Als je geabonneerd bent, dan krijg je die update natuurlijk automatisch. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dan hoef je daar ook verder niet naar om te kijken. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week!